In deze video wil ik het graag met jullie hebben over het oplossen van tweede graadsvergelijkingen die er ongeveer zo uit kunnen laten zeggen: x in het graad plus 5x plus 6 is 0. En we hebben dus een tweede graadsvergelijking met een aantal x in het graad, in dit geval 1. Een aantal x'en, in dit geval 5. En dan nog een losgetal, in dit geval 6. En ik wil deze oplossen. En wat de meeste van jullie al van gehoord hebben, is dat je dat kunt oplossen met de product sommethode. De product sommethode. En eigenlijk wat de product-som-methode is... is hetzelfde als de vorige. Sommen die we al hadden gehad met de tweede graadsvergelijking, waarbij we tegels probeerden te tekenen zodat we uh, van daaruit konden ontbinden in factoren. Is dit niet heel veel anders, alleen is bij deze de vraag met tegels wel het lastig. Wat we dan hebben is: we hebben sowieso weer die tegel met zijde x, dus hebben we hebben dan sowieso een tegel met zijde xx, en we hebben hieronder hebben we sowieso een tegel met 6. En waar we dan naar op zoek willen gaan, is deze tegel. En die tegel. En het enige wat ik weet van die tegels, we dus ik dit even dit is, ik graag, is dat die twee tegels samen. die twee tegels samen. hebben een oppervlakte van. 5x. Want deze tegel, x die heb ik al hier. En deze tegel van 6, die heb ik al hier. Dus ik moet op zoek gaan naar tegels die hier inpassen, die samen precies 5x groot zijn. Nou, wat weet ik al van die tegels? Ik weet al dat deze zijde x moet zijn en dat die zijde x moet zijn. En ik weet ook dat als ik deze zijde heb, en die zijde heb, als ik die met elkaar vermenigvuldig, want deze zijde is hetzelfde als deze zijde. En die zijde is hetzelfde als die zijde. Dat het product 6 moet zijn. Dus ik moet op zoek naar iets waarbij de som 5 is. De som is 5. En het product is 6. En vandaar dus die product-som-methode. Ik moet dus op zoek naar een som voor deze wat het gelijk is aan het product van dit getal. En wat dan de handige strategie is, is gewoon even de verschillende uh, factoren van 6 uitrekenen. Oftewel de delers van 6. Nou, ik kan 6 delen door 1. Ik kan 6 delen door 2. Ik kan 6 delen door 3. En ik kan 6 delen door 6. En... Deze vormen ook paardjes, want ik heb 1 keer 6 is 6. En 2 keer 3 is... Oh, 1 is ook 6, ja. En waar ik nou op zoek ben is een paardje van de getallen, waarbij als ik die twee getallen welke optel, dat daar dus die 5 uitkomt. Nou, hier kan ik opschrijven 1 plus 6 is 7. En 2 plus 3 is 5. Dus ik heb... Als ik een zijde heb van 2 en een zijde van 3, dan kom ik tot die opvlakte van 6. En ik kom ook op tot 5. Dus laat ik dat eens opschrijven. Laat ik hier eens die 2 opschrijven. En daar die 3 opschrijven. Wat ik dan krijg, 2 keer 3 is 6. En dit is 3x. En dit is 2x. En die en die samen vormen weer die 5x. Dus de product sommethode gebruiken we. Om uit te rekenen hoe deze tegel en die tegel eruit moeten zien. En nu we weer een rechthoek hebben van tegels waarvan al die tegels met elkaar opgeteld kloppen, kunnen we nu ook overstappen naar ontbinden in factoren. Want we kunnen de tegels optellen, of we kunnen wat we net ook altijd gedaan hebben, de twee zijdes met elkaar vermenigvuldigen. Nou, deze zijde heeft een lengte van x plus 3. En deze heeft de zijde van x plus 2. Dus we kunnen de heel deze som herschrijven tot x plus 2. x plus 3. Deze zijde keer die zijde. En weten dat de uitkomst 0 moet zijn. Dan kunnen we kunnen dus dit verder uitwerken. En wat er naast is, als deze zijde gelijk is aan 0. In dat geval hebben we eigenlijk geen rechthoek meer. Oftewel hebben we ook geen opvlakte meer. Klopt de som. Of wanneer deze zijde gelijk is aan 0, hebben we geen opvlakte meer. Oftewel, wanneer x plus 2 gelijk is aan 0. Klopt de som. Of wanneer x plus 3 gelijk is aan 0. Klopt de som. Oftewel, bij x is min 2 en bij x is min 3. En dat is wat we dan hebben uitgerekend de uitkomsten voor deze som is bij x is min 2 en x is min 3 komt er 0 uit en nou laten we dat ook even nakijken laten we kijken of dat klopt laten we zeggen we hebben die min 2 pakken we in het graad plus 5 keer min 2 plus 6 is 0 min 2 in het graad is 4 5 keer min 2 wordt min 10 Plus 6 is 0. En het inderdaad komt uit op 0. Nou laten we dat ook nog proberen voor die andere. Om ons echt voor overtuigen. Dan krijgen we min 3 in het graad. Plus 5 keer de min 3. Plus 6. Gelijk Gelijkzaam de 0. Min 3 in het graad. Dat is 9. Plus 5 keer min 3 wordt min 15. En dan plus 6. En dit wordt inderdaad ook weer 0, 9 en 6 samen 15. Min 15 is 0. Dus dit, deze som klopt. En als we dit nou gaan terugplaatsen in een grafiek, wat hebben we dan eigenlijk gedaan? Eigenlijk hebben we gezegd: we hebben een formule laten zeggen. i is x plus 5x plus 6. En ik wil eigenlijk weten wanneer de uitkomst voor i gelijk is aan 0. Of anders zegt ik wil weten wanneer die door de x-aslijn gaat. En als we dat grafisch gaan uitbeelden, dan ziet dat er ongeveer zo uit: zo, x en y. En dan hebben we een dalparabol. Die gaat bij min 3 door de as. En dan hebben we min 2 door de as. Dus dan krijgen we zoiets. Dan krijgen we zoiets. Mijn beste poging om een parabool te tekenen. Dan krijgen we dus dat die hier en daar door de x-as heen is gegaan. En dat is de oplossing. En laten we nog een nieuwe som proberen om even hier gevoel te krijgen. Want het belangrijkste bij deze variant is dat we vooral heel veel moeten oefenen. Eh, want naarmate je meer oefent, krijg je ook iets meer gevoel in die getallen. En dan gaat het allemaal wat sneller. Dus laten we vooral weer een nieuw voorbeeld nemen. Dit stukje nog even weg. Zo. En laten we als volgend voorbeeld nemen: uh, x kwadraat plus 8. x is. Oh. Even terug. Plus 15 is 0. Opnieuw, we zijn op zoek naar uh, vier tegels. En we weten twee tegels weten we al. We weten dat deze x kraad wordt. En we weten dat deze 15 wordt. En we zijn dan nog op zoek naar deze twee tegels. En we weten van die tegels dat deze zijde x wordt, die zijde x wordt. En dat we een soort product sommethode hebben. We weten dat het product van die getallen. moet 15 zijn. En de som moet 8 zijn. Nou, laten we opnieuw weer de delers zoeken van 15. Nou, we krijgen. we hebben 1 keer 15. En we hebben 3 keer 5. En dan zijn we er. En de som erbij is. 1 plus 15 is 16. En 3 en 5 is 8. Dus dit vond het goede getallenpaardje. Wat we dus kunnen doen: in dit plaatje kunnen zeggen dat deze zij dan 3 moet zijn. En deze zijde moet 5 zijn. Dan wordt dit stukje 3x. En dit stukje wordt 5x. We wisten altijd dat dit x was en dat x was. En dan klopt onze tegel weer. We hebben vier tegels. Allemaal maten. En als we die bij elkaar optellen, krijgen we dit is x kwadraat. Dus x interact. Deze en deze samen vormen die 8x. En tot slot een andere kleur. Deze 15 is die 15. En nu we het zo als tegels hebben kunnen leggen, kunnen we ook op een andere manier weer kijken naar de som. Dus niet meer als somnotatie, maar als een product van de lengte keer de breedte. En kunnen we dus opschrijven dat de som ook klopt als we schrijven x. 3 voor deze zijde. Keer x plus 5 voor die zijde is gelijk aan 0. Oftewel dit stukje is gelijk aan 0. Of dit stukje is gelijk aan 0. En deze kunnen we verder oplossen. x is min 3. En hier x is min 3. 5. Nou, op zich ook logisch. Want als we voor x hier min 3 invullen, krijgen we min 3 plus 3. Dan wordt deze zijde 0. Dan hebben we geen rechthoek meer, dus ook geen opvlakte. Op dit antwoord. Of als we hier min 5 invullen, dan wordt deze zijde 0. En dan hebben we nu geen rechthoek meer en geen opvlakte. Uh, laten we nog een laatste som doen om te oefenen. Uh, laten we er een moeilijker bij maken. Dan krijgen we x kwadraat min 3x uh, min 18 is 0. En hetgene wat hier nu lastig gaan is, is dat we twee negatieve getallen hebben. En daarvoor geldt nog steeds dit trucje. Alleen ziet het een beetje raar uit. We hebben één tegel die blijft de oppervlakte van x kwadraat houden. En we hebben nu één tegel die een beetje gek de oppervlakte heeft van min 18. En we zijn nu op zoek naar deze twee tegels. Nou gaan we eerst opzoeken wat allemaal de delen zijn van 18. Nou, ik weet dat 1 keer 18 is 18, maar ik moet min 18 hebben. Dus ik doe hier min voor is min 18. Ik kan hebben min 2 keer 9 is min 18. Ik kan hebben min 3 keer 6 is min 18. Ik kan hebben min 6 keer 3 is min 18. En ik kan hebben min 9 keer 2 is min 18. En tot slot kan ik ook nog hebben min 18 keer 1 is min 18. En ik ben dan nou weer op zoek naar hetgene wat als som min 3 oplevert. Nou, min 1 en 18 wordt 17. Dat is het niet. Min 2 en 9 wordt 7. Min 3 en 6 wordt 3. Min 6 en 3 wordt min 3. En dan hebben we onze prijswinnaar en hoeven we ook niet meer verder te zoeken, want dit is dan de goede regel. Oftewel, we hebben het getal min 6 en we hebben het getal 3 nodig. Dus ik kan zeggen dat dit dan min 6 is en deze 3. Dan krijg ik hier 3x en hier min 6x. Die en die samen levert min 3x op, dus de som klopt weer. Nou dan kan ik zeggen, deze zijde heeft x. Die zijde heeft ook x. En dan kunnen we daarmee de eindopsom schrijven. We kunnen nu deze som nu ook opschrijven als lengte keer breedte, oftewel ontbonden in factoren zoals we dat ziek noemen. Dan krijgen we x plus 3 is de ene zijde. En de andere zijde is x. Min 6. X is min 3. Of x is 6. En hopelijk is je opgevallen dat al deze sommen er ongeveer zo uitzagen, of dat als we het algemeen kunnen zeggen. Dan zeggen we x in het kwadraat plus px plus c. En let op dat we bij deze vorm ervoor kiezen om zo te schrijven dat we maar 1x in het kwadraat hebben. Dus die a die normaal gesproken voor staat, is hier altijd 1. En we kunnen altijd hiertoe schrijven, omdat we altijd al door a kunnen delen. Zodat we de som krijgen. En ik zal in de volgende video, waar we een aantal verschillende voorbeelden door elkaar doen, zal ik.